allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Luc en Marco's Garage, de werkplaats edition. En ik ben onderweg naar de Olive Drab brug, waar Roger, nou ja, niet de laatste hand, maar een hand aan het leggen is aan de kabelboom. En onze grote vriend George is ook hier. Hi, George. Hey. Hi. En George is de producent van onze kabelboom. En ja, dat moeten jullie natuurlijk even zien, hè, die kabelboom. Dat is wel epic. Ja, daar is die, hè. Hartstikke mooi. Alles nagelnooi. In de juiste kleur. Met de juiste isolatie, hè, George? Heb je goed gedaan, hè? Oh, we gaan even. Willen jullie van de onderkant even kijken? Oké, okay. Ja, ze zeggen ja. Ja, going up. Going up. En timelapse. Oh, oké. Okay. Up and up? Not for me. Lamp. Oh, het lampje. Luxensie, moment. Ik moet even wat lampjes hebben. Nou, kijk. De kabelboom. Ja, is hier mooi weggewerkt in het chassis. Daar kijken, en hierachter komt hij zo over het chassis heen. En dan daar achterdoor. Hierheen, daar, en aan deze kant naar het achterlicht. Dus we zijn bedraad. Het enige wat we nu nog moeten doen is stekkers erop maken. Maar dat doen we pas volgende week of de week daarna. Want daar wordt eerst nog vakantie gevierd. En nou, zoals jullie in de vorige video hebben gezien, zijn we in de KTR-beurs geweest in Gorinchem. En daar hebben we deze plaat op de kop getikt. De bridge plate. En we hebben... Wat hebben we nog meer gekocht? Nog van die dingetjes allemaal gekocht, hè? Ja. Nou, in ieder geval een hele hoop goodies. Inmiddels zijn ook de reflectoren van de zijkant gemonteerd. Ja, het dak hadden jullie al gezien, hè? Dat zit er ook op inmiddels, het dak. Hadden jullie al gezien dat pedalenbox erop zat? De pedalenas zit ook erop. En we hebben ook het canvas zit erop. Laten we laten zien, het canvas zit op de radiateur. Ja, dus weer een hele hoop gedaan. Wat gaan we nu nog doen? Ja, voor vanavond weinig. Want het is inmiddels een uur of 10-ish zal het zijn. Wat ik wel nog heb, oh, misschien leuk om te laten zien. Wat ik wel nog heb gedaan. Een vriend die heeft een dusje vol. Bekend onder de naam een eend. Of zoals onze vrienden in België zeggen, een geit. Nou, die staat hier. Een dusje vol. En die wilde niet meer... Ja, hij startte wel. Maar hij sloeg niet aan. En wat bleek dat nu te zijn? Het was een brandstoftoevoerprobleem. Want, even kijken. Er had voor ons iemand in een garage een benzineslangetje vervangen. En dat benzineslangetje is niet helemaal geschikt voor benzine. Dus, dat zijn de betere garages hoor. Dus we hebben nu een benzineslang. E10 veilig erop gezet. Want deze slang, je ziet het ook aan de binnenkant. Even kijken. Je kunt het aan de binnenkant zien. Even zien. Zit je zien op de video? Nou, je ziet gewoon dat de slang van binnen helemaal verteerd is. Nou, dus die garage had eigenlijk beter moeten weten. Ook een nieuw filtertje erop gezet.
Ja, zo'n eendje is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Kijk dan hoe leuk. Deze voor uit 85 is 650 cc. Nou, dat zullen jullie wel beter weten dan ik. Maar hij loopt dus weer. Kom even te starten misschien. Hij loopt. Even te starten. Oep. Ah. Starten lopen, hè? Hahaha. Mooi hoor. Prachtige techniek. Techniek uit de jaren 30. Nou. Waar zitten jullie nou te lachen? Mijn uit het lachen hier, hè? Jongens, wat gaan we nog doen? Gaan we nog iets doen? Alleen koffie drinken of wat? Koffie drinken. We gaan koffie drinken. Je hebt het gehad voor vanavond, Jos. Ja? Zoals is. Ja, nou. Begin rustig. Het begin rustig. Inspection. Ben je tevreden, jong? Mm-hmm. Ja? Zeker. Ja, zeker. Genau, jongen. Ja, weer een stapje verder, hè? Een stapje verder, helemaal uit. Slowly but surely. Mm-hmm. Ja. We komen er wel. Het duurt even, maar dan komen we er ook. Ja. Huh? En je grootlichtschakelaar die gaat in je remlicht. Deze is voor je oorlogsverlichting en je klakson. En dit gaat naar voren en dan de modificatie voor de knipperlichten. Oh ja, want we hebben nou knipperlichten, hè? Krijg knipperlichten. Knipperlichten, ja. De voorkant en de achterkant, hè? Yep. En dan achter Amerikaanse uitvoering en voren doen we de stadslichtjes. Worden dadelijk mooi knipperlichtjes en de stadslichtjes gaan in de koplampen. Hartstikke mooi en hartstikke veilig. Zodat voor de puristen dat het er toch origineel uitziet. Ja. En geen onnodige extra knippen. We gaan geen aanhangwagenlampjes erop zetten. Dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Aan. Nee. Kunnen we niet hebben. Me like. En eens wat we nog nodig hebben is een set H4 koplampen. Yep. Met ingebouwde... Stadslichtje. Nou, die zijn al maanden op backorder blijkbaar. Of ze nog ooit... Volgens mij ben al een jaar. Ja? Ja, in backorder heb ik ze vanaf december, denk ik. Of backorder. Ik sta op de ping me when they're ready. Dat ik ze kan bestellen, dat ze weer op voorraad komen. Ja, maar ze kunnen geen indicatie geven. Met jou nog 30 klanten, denk ik. Ik ben bang van. Ja. Misschien komen ze uit Rusland of Oekraïne. Huh? Dan zijn ze waarschijnlijk ook 6 keer zo duur geworden. Ja, dan komen ze voorlopig ook nog niet, denk ik. Nee, kunnen we ze beter gaan halen. Nou, korte video deze keer. We willen jullie hartelijk danken voor het kijken. En graag tot de volgende keer.